Yo, kijkers van mijn kanaal, oftewel Rotjoch, mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch, en welkom weer terug in Mindtopia! En welkom weer terug, jongens. Ik sta steeds in mijn ongelooflijk gave huis, want het is steeds ingericht. Ik hoor een kat, dat betekent dat iemand een kat hier in de buurt is. Het is ongelooflijk. Maar jongens, het gaat hartstikke lekker de laatste tijd. Ik heb namelijk eindelijk mijn Dylan, Dylan, the fuck? Hallo, Dylan! Hallo, Gijs. Ja, hallo, hallo. Hey, Dylan, je moet even meekomen. Er is iets fucked ups gebeurd, man. Fucked ups gebeurd? Ja, waar, nee, waar? Ik kwam uit mijn slager, ik denk, oh, ik ga even gezellig even naar mijn appartement toe. Ja? En, oh, echt, what the fuck, ouwe. Echt. Wat is er, wat? Nee, je moet het zien. Als ik dit ga vertellen, dan ga je niet geloven. Al die mensen. Wat is het? Waar gaan we naartoe? Richting de Red Street? Ja, dit is eigenlijk echt gewoon... Heb je trouwens gezien mijn nieuwe gebouw, man? Ik heb twee nieuwe winkels, ouwe. Ik heb gezien en ik heb ook gezien wat ermee is gebeurd. Oh, gebeurd? Het, oh, gaat over mij? Ja, kijk maar. What the fuck, ouwe? Ja, hey, wat denk je dat ik denk? Ik kom mijn winkeltje uit. Lalalala. Wat is er gebeurd? Is jullie maar dit? Wat is gebeurd? Nou, er staat hier een bord. Oh, nou, het is tijdelijk gesloten, maar... wat ik had meegekregen is dat er kennelijk een Tweede Wereldoorlogbom hieronder zit. Dit meen je niet, ouwe. Dat is verleden tijd. En ja... Waarschijnlijk is door het bouwen met trilling van boren... Ja, is hij, zeg maar, aangegaan en... Ja, mensen komen ook even kijken. Wat de fuck is hier gebeurd? Weet je wat wel een voordeel is? Nou? Je hebt nu wel een mooi zwembad. Als je hem zou laten vullen met water. Ja, maar... dit... Nee, man. Fucking hell. Een bom? Een Tweede Wereldoorlogbom onder mijn fucking part... Ah, dit is het dak. Dit is echt het dak wat hier op de grond ligt nu. Ha, het is gewoon... Het is echt gewoon... Hop, weg. In de grond. Klaar. Over. Fuck, jongen. Ik heb hier 200.000 voor neergetikt. Oh, ja, ik zat ook man, van, en het ging liggen, het draaide gisteren als een tierenlier. Maar ook die kisten zijn gewoon weg dus. Ja, alles. Ik ben hier zo snel mogelijk heen gegaan, maar ik heb niks gezien. Is dat 30.000 euro aan cash in, ouwe? Nee, hadden we al 30.000 daarin? Ja, we hadden 30.000 gemaakt gisteren al. Oh, shit. En het fucked up is dat ook nog eens, nu moet ik ook niet het fucking gebouw weer betalen, weet je? Gaat mogelijk zeker weer iets van 40k of zo kosten, denk ik. Ja, bouwbedrijven is tegenwoordig echt niet meer goedkoop, dus... Rot toch op. Ja, het wetkantoor is nu tijdelijk op in Danstopia. Ik denk dat, een van mijn medewerkers het gedaan heeft, Killer ofzo. Ja, volgens mij Jan en Riel zijn ermee bezig geweest. Die hebben kennelijk ook nog gehoord dat er een grote knal is geweest. Maar dus... hier dan? Hier is dat is nog prima. Ja, nee, dat vond ik wel echt een geluk dat deze winkel... Oh, geen schade heeft gehad. Ja, maar what the fuck, een Tweede Wereldoorlogbom? Ja, er ligt van alles hier onder de grond. Heb je laatst niet meegekregen? Wat dan? Er zijn laatst ook nog dino-bots gevonden. Ja, klopt. Bij Dragirion. Ja, daarachter ergens. Dus ja. Van, oh. Matering, jongen. Maar dit is toch allemaal goed? Het is echt puur het ene plotje wat ontploft is. Ja, gewoon die bom zat denk ik aardig diep dus. Ja, godverdomme. Ja, jezus, man. Het kantoor Wetopia is binnen. Oh, oké. Okay. Weet je wat ik gedaan heb? Jan de Engelman en dingen. Wat staat hier? Wetopia aan de bar. Aan de bar. Weet oh, hier is het. Oh. Kijk. De supermachine hebben ze gewoon meteen laten nabouwen weer. Dus dat is chill. Dat is gelukkig. Heb jij al weet je hoe die werkt? Half. Ik heb gisteren toevallig al de eerste klant een keer gehad. Best leuk om te doen. Ja, hè? Het is gewoon 50-50 zwart of wit. En je drukt op zwart of wit. En dan komt zwart uit. Pam. Dan krijg je degene met zwart die op zwart ingeld of trouwens, geld. Ik heb gisteren toevallig, toen ik mijn tweede keer bezig was, had ik een paars blok. Oh, dat is lekker. Ik heb gelachen. Dat is alles voor de bar. Ja, goed. Even kijken. Zijn ze al aan het werk geweest? Het is leeg. Oh, ze hebben al geld verdiend vandaag. Gekke mannen toch. 1400 euro. Ja, zijn er trouwens al veel mensen die willen werken daar? Of? Ja, ik zal het even laten zien. Maar god, ik baal echt als een stekker van het fucking huis, man. Ik was in mijn kantoortje bezig, ergens in een Fantastic Five gebouw laatst. En ik denk, oh, ik check even vanuit de slager. En bam, gewoon een mega gat in de grond. Ja, tyfus. Oh, kijk dit dan. Sollicitaties, het zijn er 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hey, volgens mij hebben wij een straat waar best veel mensen willen werken. Ik denk het wel. We zijn best wel. Mensen willen graag bij ons horen. Ik hoor dat heel veel mensen die typen steeds naar andere YouTubers allemaal. Red Street, oh, Red Light District. Hartstikke top. En heb je al gezien de werk? Heb je hier een beacon laten neerzetten voor eventjes te leen? En heb je trouwens al die ja, bijna kan je propaganda posterborden noemen. Ja, ja, ja. Ja, jij die kineer die mocht zien is het. Ik sta achter vaak, kan jij ook, hè? Ja, tuurlijk. Ik vind juist lachen. Je hebt trouwens op ieder bord staat een andere quote trouwens. Dus als je nog niks te doen met hebt... Met vaak als brein gaat mijn topje als een trein. Met vaak als brein gaat mijn topje als een trein. Het is drie keer hetzelfde.
Ja, dat snapte ik ook niet. Maar je hebt ook verderop. Ben jij tof? Stem op Vakonov. Ah, die is leuk. Die is leuk. Nou ja, goed. In ieder geval, ja, fuck man. Mijn winkel. Moet ik weer even een bouwbedrijf bellen. En ik denk eerst de tuinier, weet je wel. Die moet het weer dichtgooien. Dat is één. Ja, ik zou eerst gewoon gaan kijken van hoe ga je dit gat dichtvullen. Maar ja, goed. Ik heb wel... Ja. Ik kom even naar de zaken, naar de vergaderkamer. Daar kan niemand komen, hè? De ronde tafel. De ronde tafel, die niet meer zo rond is. We kunnen hem weer rond maken, hoor. Dan moeten we even een extra blokje kopen. Gaat hem het idee. Okay. Gaat hem het idee. Nou, ik kom lekker binnen. Ik sluit wel weer netjes. Hoddok, kom mee. Hoddok, kom. Hoddok. Ja, dan blijf daar maar. Ja, doeg. Als jij daar wil wachten, is goed. Goed, nou ja, weet je, we gaan niet de hoofd van de tafel zitten. We zijn met z'n tweeën. Gaan maar lekker aan de overkant. Oh, gezellig. Oh, nou is dat er wel niet. Ja. Beest. Nou, nu zeg maar dat gat er is. Want jij wou jouw drugskelder maken, hè? Ja, dat is wel een planning om ergens te gaan verstoppen hier, zeg maar. Ja, en je wou het niet plaatsen bij je eigen dingetje. Nee, dat is veel te logisch. Iedereen gaat daar gelijk denken mm-hmm. dat het daar... Als er ooit onderzoek komt, iedereen gaat daar eerst kijken. Ik denk dat het beste is dat je hem nu het gat toch al staat. Want dat gat gewoon laten. En er overheen bouwen, wel een beetje opdichten. Maar dat we een keldertje erin laten maken. Oeh, dat is inderdaad vrij slim. Een beetje eigenlijk... Van een nadeel een voordeel maken. Precies, ja, het is toch al gat, dus hoef ik dat niet meer te betalen. Hoef ik minder te betalen om te dichten. Het enige moet betalen zijn de plankjes eigenlijk. Om het natuurlijk een beetje, dat het wel een beetje geen grond omheen zit, geen dirt. Dat je zeg maar gewoon ergens in één keer, oh, wat is dit onder de grond? Nee, dus daarom dichtmaken en dan, dan moeten we even regelen dat het via een ander gebouw naar binnen kan. Want ik wil niet in mijn vetkantoor. Leuke vermomming, waar best wel veel mensen kunnen komen, dat niet echt een... leeg pand is, waar je denkt van, wat de fuck is daar aan dat? Ik denk dat ik wel weet wat ik wil doen. Ik denk dat ik gewoon een of ander iemand een extra plot laat kopen hier, hoor. Of een bedrijf dat neerzet op onze kosten, weet je wel. Van, ja. En dan maken we daar een geheim. Ja, werken, het is leuk. We precies. Steunen jonge ondernemers, dit en dat. En dan doen we dan via daar ook wel geheime gang naar jouw drugskelder. Dat klinkt als een mooi plan. Nee, dan houden we het even daarbij. Het is wel chill, maar ik wou het wel bespreken hier, want ja... Ja, boven komt iemand. Veel mensen die komen kijken van, oh, wat is daar nou gebeurd? Ja, het is echt, ik baal weer achter zijn stekker, joh. Ik heb er fucking 200.000 neergetikt en een dag later is het weer plat, weet je? Dat is echt zuur. Hey. Maar ja, goed, is goed. Gelukkig kunnen we vanavond nog wel in het wetkantoor, kun je nog daar binnen, in de clubje nog. Als mensen willen wedden, die zijn nog wel geholpen. Nou goed, kom lekker, dan gaan we naar buiten weer. Anders valt het weer op dat weer, zijn ze weer met z'n tweeën in gesprek. En het mooie is dat tenminste het grote gebouw nog heel is gebleven. Ja, gelukkig als ik deze is kapot was gegaan, was ik echt helemaal gek geworden. Hey, dit is nog wel te overzien, weet je. Dit is denk ik 40.000. Ja, voor mij, wat is 40.000 voor mij, weet je. Niet lullig bedoeld, maar dat plop ik wel even neer zo. Daarom. En we verdienen echt bakken met geld er nog aan. Dus dat komt allemaal wel goed. Allemaal weddenschapjes komen nog wel. Ah, mooi. Ah, fuck man. Ja, dan moet ik eigenlijk dit regelen in plaats van wat ik eigenlijk wou regelen. Nou, in ieder geval, denk dat je me meteen kom halen, Gijs. Ja, graag gedaan. Ik dacht, eerste klas gewoon snel rennen. Ja, tyfus. Ja, goed, mensen dan. Succes ermee en hopelijk valt het mee kon kosten. Ja, goed. Thanks, man. Ik spreek je nog wel, Gijs. Vooral over je bunkertje. Later. Maar godsamme. Ja, blijkbaar is dus een bom ontploft. Tweede Wereldoorlogbom. Ja, ik denk, Gijs zal niet tegen mij liegen. Onder mijn plot. Het is gewoon echt opgeblazen. Wat een fucking onzin. Weet je, ik ben echt super geïrriteerd. Het liep als een tierenlief. Was gisteren open. We hebben gewoon €31.000 eraan verdiend. Dat is dus opgeblazen. Dus €30.000 is weg. Ongeveer €40.000 moet ik betalen weer voor het gebouw. Dan ben ik €70.000 ben ik gewoon kwijt. Aan het... €70.000 kwijt gewoon. Aan deze fucking bom of zo, weet je. Wat een tering onzin. Ah, man, ik baal echt een stekker, weet je. Het is gewoon 70.000, gewoon even lekker weggegooid. Net zoals in de prullenbak gegooid, 70.000. Man, ik baal hier erg van. Ik baal hier heel erg van. Ik vind het echt super klote. Ja, goed. Ja, ik ben een beetje verslag. Het is gewoon kut, weet je. Dit is niet wat ik had verwacht. Het ging eindelijk zo lekker. Ging alles lekker voor de boeg, weet je. Ging lekker als een sneltrein. Huppakee, twee plots kunnen neerflikkeren. Twee winkels geopend. Ze gingen lekker, ze liepen lekker. Er wordt echt veel verkocht, weet je wel. Alles achter elkaar en dan... krijgen we dit soort rare fratsen, weet je. Ik word er... Ah, man, ik baal hier erg van. Ik vind het echt super klote. Nou ja, het is helaas alleen even niet anders. Het is even niet anders. Man, ik baal hier ervan, jongen. Nou, ik ga lekker mijn huisje weer in. Even lekker zitten in mijn bubbelbadje dan. Eventjes. Even onder de water. Even afkoelen. Man, wat is dit klote, zeg. Hier baal ik echt van. Dit is echt fucking kut gewoon. Dat meen je niet. Nou ja, goed. In ieder geval.
We gaan het regelen. Ik ga zorgen, want moet ik even mijn geheime stash money even erbij pakken weer. Dus hier houden 45 diamond blokjes die ik nog heb. Volgens mij was het enige. Deze chest zijn allemaal leeg. En de golden apples. Mijn eten. Ja, fuck man. Het is gewoon even niet anders. Misschien moet ik binnenkort even de pickaxe weer erbij pakken. Om er weer voor te zorgen dat we wat meer geld hebben. Samen met Gijs misschien. Dus dat komen we nog wel te horen. In ieder geval mensen, vond je het een leuke video? Laat even een blauw duimpje achter omhoog als je het awesome vond. Ik hou elke video boven de 1000 likes. Hartstikke awesome. Laten we een keer gek doen. 2000 likes. Moet wel lukken, want jullie zijn zo awesome. Laten we het gewoon gaan proberen. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Laat lekker een blauw duimpje achter inderdaad. Kijk lekker op het kanaal van Gijs beneden in de beschrijving. Hij doet ook Mindtopia. Hartstikke awesome. Gijs, dankjewel voor het meedoen. Graag gedaan. En ik zie jullie graag in de volgende video. Dankjewel voor het kijken. Laat dan was het ziens. En peace.